een hele goede middag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe video. En een video die lang op zich heeft laten wachten, want we hebben al een flink tijdje geleden beloofd, zoals jullie in de titel kunnen zien, dat we het over aas gaan hebben. Boilies, particles, alles wat betreft voer gaan we vandaag stap voor stap doorlopen. We hebben toen beloofd om een soort van vragenlijst. Ik heb op mijn Insta-stories een vragenlijst neergezet, die hebben jullie kunnen beantwoorden. Veel te lang geleden, maar we gaan het alsnog doen. Dus vandaag in deze video alles over aas. Blijf kijken, ben je nieuw, druk op abonneren. En dan wens ik jullie veel plezier met het bekijken van deze nieuwe video. Yes, nou en waarom vinden wij het nu zo super interessant om veel over aas te vertellen? Dat is omdat aas voor mij echt steeds meer en meer gaat betekenen in mijn visserij. Helemaal op de kanalen, het grootwater, de rivieren. Het is mooi als je ziet dat een lange termijn voerplek echt daadwerkelijk zijn vangsten gaat opleveren. En dan kom je steeds meer te weten over wat goed aas doet. Maar is dat voor iedereen, is dat voor iedereen relevant? Nee, ik denk dat heel veel van jullie gewoon of één keer in de week lekker in een parkwatertje vissen. Of dat jullie misschien op diepe zandafgravingen zitten. Dus kijk, wat betreft aas is natuurlijk die markt enorm groot. Hè? En ik kan hier wel een soort van praatje houden voor een bepaalde firma. Dat gaan we proberen te vermijden. Ik ga dieper in op waarom je bepaalde keuze kan maken met betrekking tot aas. Denk aan jaargetijden, denk aan voedingswaarde, denk aan eenstandvisserij. Denk aan alles op het gebied waarvoor jou de keuze makkelijker wordt op het gebied van aas. Dus laten we gelijk met de eerste vraag beginnen. En ik ga ze er even bij pakken. Momentje. Oké, mensen, de eerste vraag is: waarom is goede vertering belangrijk? Nou, die kan ik jullie wel beantwoorden. Een goede vertering is belangrijk omdat je een goede doorloopsnelheid wil in die vis. Je wil een goede doorloop van dat voer. Op het moment dat, dat je boilies het water in gooit en die vis die eet ervan, dan moet die boilie licht verteerbaar, dus verteerbaarheid moet goed zijn, zodat die niet te snel verzadigt. Nou, wanneer is dat nou belangrijk? Dat is bijvoorbeeld in de winter enorm belangrijk. Daar voel je al mondjesmaat, voel je al minder dan in de zomer, lage watertemperatuur. Oké, jongens, een kleine onderbreking, ik kom zo bij jullie terug. Maat, wil jij het schip net daar even? Kijk eens, het is wel een heel klein visje, maar hij is niet minder welkom. Ja, en als je het over goede doorloopsnelheid hebt, dan is het met betrekking tot runs ook wel lekker natuurlijk. Mooi visje, we gaan op naar de volgende. Zo, goedendag. Nou, oké, het was geen monster, maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. We zijn er blij mee, we zitten in het vroege voorjaar. En juist, we hadden het net over die watertemperatuur. Die watertemperatuur is dus echt van cruciaal belang. Nou, je weet hoe de anatomie van zo'n vis wel redelijk in elkaar zit. Koudbloedig dier, lage watertemperatuur, lage vertering. Vandaar dat het in de winter nog belangrijker is om een licht verteerbare boilie te kiezen. Nou, wanneer komt dat nu in de praktijk echt tot voorbeeld? Dat die vertering, dat enorm belangrijk is. Dat is als je een langere periode gaat voorvoeren. En dat hebben we gezien, ik zal er wat b-roll overheen zetten. We hebben gezien dat als je dus voor een goed verteerbaar aas kiest, dat... Ja, je ziet het joh, die vissen die scheiden het zo verschrikkelijk snel uit. Ze blijven er goed vandoor eten en dat is natuurlijk wat je wil. Dus laten we deze vraag zo goed als mogelijk hebben beantwoord en op naar de volgende vraag. De volgende vraag die we binnenkregen, en dat is best wel een gecompliceerde vraag, is: zit er verschil in vismeel? Ja, er zit zeker verschil in vismeel. Ja, allereerst zal ik benoemen dat vismeel wil ik altijd hebben in mijn boilies. Ik vis altijd een combinatie van zoet en vis. En waarom doe ik dat? Doe ik om een groot gedeelte, om het grootst mogelijke gedeelte van de vissen aan te spreken. Maar ook met vismeel garandeer ik voedingswaarde. Vismeel bevatten eiwitten, lichaams-eigen eiwitten. Dat komt uit vis natuurlijk. Dus het zijn benutbare eiwitten en dat is wat je wil op de lange termijn. Nou, praten we over, zit er verschil in vismeel? Om die vraag wat concreter te beantwoorden. Waar kan ik eigenlijk beginnen? De een is beter wateroplosbaar en te verwerken in de boilie dan de andere. Denk bijvoorbeeld aan een pre-digestive vismeel. Ja, die vismeel, bijvoorbeeld pre-digestive, super wateroplosbaar. Maar is enorm moeilijk te verwerken in een boilie. Daardoor kun je er minder in stoppen ten opzichte van bijvoorbeeld een LT of een haringmeel. Dus het lastige daarvan is, welke kant ga je op? Kijk, er wordt vaak gedacht dat vismeelen
dus een hoogwaardig vismeel dan minder goed is in stand. Maar bijvoorbeeld een krill, wat super wateroplosbaar is, enorme unieke smaak heeft. Ja, dat is natuurlijk enorm goed in stand. Dat wordt, zie je ook veel dat die krill, ja, ik heb, denk, nou, hoe zal het lang geleden, ik denk 2-3 jaar geleden heb ik zo verschrikkelijk goed huisgehouden met die krill. Ja, en die krill is dus echt super goed en ook in de praktijk heeft hij me super veel vis opgeleverd op druk beviste wateren, waar je echt het verschil wil maken. Ja, dan is het dus wel van, ja, om je vraag maar even concreet te beantwoorden, is het super belangrijk om te kijken naar welk vismeel je gebruikt. Dus als je dit een beetje als standaarden gaat hanteren, goed kijken naar voedingswaarde, wateroplosbaarheid, dan kun je uit alle vismelen die beschikbaar zijn, zeker de juiste pakken voor jouw visserij. En heb je daar nog vragen over, stuur me een DM'tje en dan kunnen we altijd eens samen sparren om te kijken welk aasje het beste bij jou past. Oké, jongens, even de telefoon erbij gepakt, want ik weet al die vragen niet meer uit mijn hoofd. Maar hoeveel voer je nu per dag is een vraag die ik echt zo vaak in de DM krijg. Ja. Weet je, ook dat is zo afhankelijk van je visserij. Het is afhankelijk van het jaargetijde, van je type water wat je bevist. Hoeveel boilies heb je op jaarbasis beschikbaar? Want daar kun je dus ook slim mee omgaan. Kijk, je kan ook zeggen, ik ben een jonge gast. Ik heb beperkt budget. Ik kan 50 kilo aas kopen. Hoe kan ik dat nou het beste inzetten? Ja, dat is toch best wel goed om daar goed over na te denken. Laat ik een paar anekdotes geven, een paar voorbeelden. Want zeg maar, bij mij achter, op het groot water in de tuin, daar hebben we op de topweken richting het najaar, ging daar gewoon alleen boilies al 50 kilo per week in. En ik weet, oké, het is extreem, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Kijk, we zitten hier natuurlijk lekker op een parkwatertje, het is vroeg voorjaar, het vroege voorjaar. Ja, wat ik dan doe, jongens, is echt gewoon 3-4 boilies erbij, een beetje kruim en zo. Zorgen dat ik instant attractief aan. Dus ik doe er een boostertje overheen. Ik doe er een stick-and-bag mixje overheen. Dus ik maak dat aas echt instant super attractief. Ja, en hoeveel voer je dan bij? Dat is echt maar een paar boilies. Dat zijn maar een paar kruimpjes. Dus die vraag is heel moeilijk te beantwoorden. Je zal echt goed moeten kijken, specifiek naar jouw visserij. Welke boilies ga je pakken? Nou, stel om een gemiddelde te nemen, begin gewoon altijd laag. Ik bedoel, wat je erin gooit, kun je er niet uithalen. Dus voer naar je aanbeten. Dat vind ik altijd belangrijk. Ik voer altijd naar mijn aanbeten. Op het moment dat we het voorjaar ingaan, die vissen komen samen op het kanaal, we hebben ze gevonden. Ja, dan merk je dat je de ene dag gewoon 10 kilo kan voeren. Je vangt je eigen helemaal het rambam. We vangen meerdere vissen. En een dag later gooi je even voorzichtig kilootje. Of dan ben je juist enthousiast. En dan blenk je. Dus voer altijd naar je aanbeten. En voer inderdaad met de jaargetijden mee. Zorg dat je in de winter minimaal een handje voert. En daarna ga je ervoor zorgen dat je ietsjes, dat voeren gaat opbouwen naar de zomer en richting het najaar. Ook in het vroege voorjaar, jongens, wees voorzichtig met te veel voer erin klappen. Want vooral op diepe wateren zie je het ieder jaar weer gebeuren. Jongens, die in maart het maartse zonnetje, dan is het lekker, 15 graden. Shirtje, eerste keer, slippertjes. En met je voer, pap, 5 kilo erin. Ja, dat is niet overal even gewenst. Voer naar je aanbeten, bouw het rustig op en dat is wat succes gaat opleveren. Nou, de nummer van de aantal vragen ben ik kwijt, de volgorde ook. Ze gewoon, chronologisch is het misschien niet, maar ja, dat zijn jullie van mij gewend. Ik lees ze gewoon voor als ik ze heb opgeschreven. De volgende vraag is, wat wordt bedoeld met voedingswaarde of met hoge voedingswaarde? Ja, laten we het zo vertellen. Hoge voedingswaarde in een boilie is eiwitten, hè? Eiwitten, een eiwitrijke boilie zorgt voor voedingswaarde. We komen zo meteen nog bij het stukje particlegebruik. Particles bestaat voornamelijk uit koolhydraten. Ja, daar heeft die vis op de lange termijn niet zoveel aan. Eiwitrijk aas wordt bedoeld met voedingswaarde. Voedingswaarde en eiwitrijk staat eigenlijk een beetje aan elkaar gekoppeld. Nou, wat ik daarover kan zeggen is dat er één grote denkfout wordt gemaakt. Is dat als men een zak uit het schap trekt, een zoete boilie bijvoorbeeld, en daar staat op 20% eiwit, dan oké. Maar het verschil is dat eiwitten uit bijvoorbeeld wat er in de basis met de graanproducten, daar zit ook eiwit in, maar dat zijn geen benutbare eiwitten. Ze zijn minder benutbaar dan bijvoorbeeld de vismelen. Dus het is belangrijk om te kijken, hecht je waarde aan een hoge voedingswaarde. Kijk dan naar een hoogwaardig vismeel, dat stukje waar we het net over gehad hebben. Want daar, vismeel, de naam zegt het al, komt uit vis. En dat zijn benutbare, opneembare eiwitten voor die vis. En dat zijn bouwstenen. Daar heeft die vis daadwerkelijk wat aan. Dus eiwitrijk op de achterkant van de boiliezak is vaak een beetje misleidend. Maar kijk naar het lichaams eigen eiwit.
En dan zit je goed in voedingswaarde. Deze vraag is echt top. Maar hou ik hem gewoon eventjes voor in de hand. Want dat zijn leuke vragen. En hier kan ik ook echt dieper op ingaan. De vraag is, zijn kruiden van meerwaarde in een boilie? Ja, kruiden zijn absoluut van meerwaarde aan een boilie. Kruiden geven een identiteit aan zo'n boilie. Kunnen een identiteit geven aan een boilie. En dat is wat het zo mooi maakt. Vooral op de zwaar beviste dressuurwateren kun je met een uniek kruid echt een bestand naar je hand zetten. Ik heb hier even een lijstje gemaakt voor mezelf, want hey, het zijn er zoveel. Denk aan knoflook, Robin Red, chilipoeder, speculaas, pepers, ja, noem het maar op. Dus er zijn zoveel kruiden en het is ook heel goed te combineren met een vismeel. Dus ja, kruiden kunnen echt uniek zijn, kunnen je boilie een eigen identiteit geven. En juist als je daar, zeg maar, even de sleutel in vindt dat je de enige bijvoorbeeld bent, hè, dat je echt een uniek iets kan brengen op zo'n water. En je voert voor, dus je combineert het en met het beste van twee werelden, zeg maar. Dus hè, een hoogwaardig vismeel en je pakt een kruidje. Ja, dan kun je die vissen echt verzot krijgen op jouw boilies. Dus kruiden, absoluut van meerwaarde. Oké. Deze vraag gaat wel wat tijd in beslag nemen, want het stukje particles. Gebruik je ook particles, hoe en wanneer? Ja, zeker gebruik ik particles. Ik ben groot fan van particles, maar laten we bij het begin beginnen van particles. Waar ik ten eerste enorm liefhebber van ben, is van tijgenoten. Ik bedoel, tijgenoten moet ik bespreken in een aasvideo. Tijgenoten zijn zo verschrikkelijk goed. Maar tijgenoten verdienen wel wat aandacht. En voorbereiding, natuurlijk het kookproces, is een zou ik al een hoofdstuk apart aan kunnen wijden. Ga ik even snel met jullie doornemen. En ook wanneer moet je nou een tijgenoot inzetten? Een tijgenoot, laat bij het begin beginnen. Ik probeer er snel doorheen te lopen. Hebben jullie na het zien van die dit nog vragen? Drop het in de comments natuurlijk. En als jullie het met me eens zijn, doe even duimpje omhoog. Maar tijgenoten zijn absoluut van meerwaarde. Zodra de watertemperatuur boven de 15 graden uitkomt, durf ik langzaamaan tijgenoten te gaan inzetten. Ja, wat is er nou zo goed in een tijgenoot? Het is eigenlijk koolhydraten en suikers. Dus die vissen, als op het moment dat ze het eten, ze hebben de kraak van de noot, ze hebben de suikers, hè, dus de smaak van de noot. Op het moment dat ze goed zijn voorbereid, goed zijn klaargemaakt, die vis kan verzot raken op tijgenoten. Ja, ik heb de film van de achtertuin dan niet gepost, maar ik zal er enkele b-rolls overheen doen. En hierin zien jullie, gecombineerd met boilies, een gigantische hoeveelheid aan tijgenoten in de slings liggen. En jullie weten van mij, we hebben het net over visveiligheid gehad. Ik zak niet overbodig. Die vissen liggen misschien 10 minuten, een kwartiertje, 20 minuutjes nog even in het net of in de sling om een cameraapparatuur te pakken. Die sling lag gigantisch vol met tijgenoten. Moet je nagaan hoeveel ze ervan gegeten hadden. Nee, tijgenoten. Als ik één partikel voor mij op nummer 1 zou moeten zetten, zijn dat absoluut tijgenoten. Maar goed, het kookproces, om dat toch even mee te pakken. Het kookproces is mega belangrijk. Ik week de noten 24 tot 48 uur. Die zet ik gewoon in een emmer en dan zet ik ze goed onder water. Maar voordat ik ze goed onder water zet, ja, ik wil even veel te snel vertellen. Laten we aan het begin beginnen. Je hebt de zak met noten. Die zak met noten giet je in de emmer. En omdat je het in de emmer giet, ga je spoelen. Je gaat die noot wassen. Doe je thuis ook. Goed de noten wassen. Dus je wast die noot goed. Op het moment dat die noten goed zijn gewassen, dan zie je allemaal stof en vuil uit die zak komen. Dat moet uit dat water zijn. Dus op het moment dat die noten compleet schoon zijn, hè, dus dat het water helder blijft, ook nadat je er goed doorheen geroerd hebt, dan is het goed. En dan zet je die emmer afgesloten weg 24 tot 48 uur. Dan in hetzelfde, hè, dus 2 dagen later, pak je die emmer in de pan, ga je ze zeker 45 minuten koken. En dat tel je pas op het moment dat het water borrelt. Dat is echt super belangrijk. En waarom is dat nu zo belangrijk? Een tijgenoot is een harde noot. En op het moment dat die niet goed bereid is, kan die... Ja, ik heb een keer een berichtje gekregen, want ik had een reel gepost over tijgenoten maken. En toen kreeg ik een berichtje van een gozer die... als ik die foto heb, ga ik hem er overheen plakken. Maar dit is wat er uit een tijgenoot komt. Er groeit gewoon een plant uit die tijgenoot. Hè? Er groeit gewoon een stengeltje uit. Ik weet niet of ik hem nog kan vinden, die foto. Maar het is van essentieel belang dat die tijgenoten goed bereid worden. Nou, op het moment dat ze 45 minuten gekookt hebben, giet je ze af in de emmer. Laat je de emmer even openstaan, doe je 's avonds de deksel erop. En dan, als het goed is, gaan ze na 2 dagen, gaan ze gisten, gaan ze slijmen. En dat is juist wat die karpen zo lekker vinden. De suikers uit die noot komen los. Dus tijgenoten, ja absoluut. Zodra de watertemperatuur weer onder de 15 graden zakt
eigenlijk bouw ik tijgenoten langzaam af tot als ik zie dat die watertemperatuur gaat zakken, bouw ik de hoeveelheid tijgenoten ook weer wat af. Maar straks in het voorjaar, want we gaan over een paar weken, jij kan het alweer verklappen jongens, we gaan over een paar weken naar de Lot toe. We gaan weer lekker op de rivier vissen, heerlijk. En dan is er weer een hele berg tijgenoten mee, want die vissen zijn er verzot op. Maagdelijke vissen, dressuurwateren, overal lusten ze tijgenoten. Langere beantwoorde vraag, Eindhoven Airport is druk, kleine pauze. Maar tijgenoten 100% gebruiken. Oh, wacht even jongens, om de vraag even concreet te beantwoorden. Ja, ik gebruik dus particles, in dit geval tijgenoten. En wanneer? Zomers. Hoe warmer het is, hoe beter die tijgenoot is. Dus het is echt een zomeraasje. Dus vergeet dat niet. Zet die particles in. Juni, juli, augustus, september nog wel. Zijn echt de topmaanden voor tijgenoten. Dus ja, ik gebruik ze en het zijn tijgenoten. Laten we doorgaan, want anders zitten we hier nog uren, maar dat is op zich geen straf natuurlijk. De volgende vraag is, waarom is attractief aas niet altijd het beste? Ik heb dat een keer in mijn story gedeeld. Die kan ik eigenlijk ook wel simpel beantwoorden. Je wil soms niet te attractief aas. Er zit natuurlijk een verschil. Aas is eigenlijk gecategoriseerd, of kun je categoriseren in attractief en niet attractief, dus schraal. Waarom is attractief aas niet altijd het beste? Hoe het eigenlijk voortkomt, voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben. We hebben in 2022 hebben we heel veel gevist met de Sweet Scopex en de Krill. Die hebben we gecombineerd. Nou, dat zijn beide vrij attractieve boilies. Nu maakt MTC eigenlijk niet echt schraal aas. Maar wij zijn het jaar later, dus vorig jaar 2023, zijn we overgestapt naar Strawberry Big Fish. Nou, dat is dan het meest schrale aas, zeg maar, van het gamma. Wat we gezien hebben in 2022 is dat we vooral, toen we met z'n vieren dat kanaal aanpakten, is dat we enorm veel bijvangsten kregen. Dus we kregen heel veel brasems, we kregen heel veel winden, we kregen enorm veel bijvangsten. En dat heeft ook wel enigszins te maken met de diameter die je gebruikt. Dus we mixten dan 16 en 20. En ja, daarmee bereik je natuurlijk gewoon een hoop vissen. Maar we hebben ook niks te klagen, want dit is een van de beste seizoenen ooit. Maar wat een beetje uitbleek is, we vingen dus heel veel, maar ook gemiddeld gezien de kleinere vissen. En omdat we dus lange termijn werk deden, we voerden continu voor een aantal maanden dezelfde stekken aan, is dat we merkten dat het instant aas echt direct werd opgemerkt door dat kleinere vissen. En dat snel de vis die dook erop, die was gulzig aan het aasen. We kregen ook rigs die in de mondhoeken zaten. Echt fluiters, jongen, dat je denkt van ja, 1 en 1 is 2. Dus wat hebben we gedaan? We zijn in 2023 zijn we overgeschakeld naar de Strawberry Big Fish. Dat is iets schraler. En wat doe ik nu eigenlijk? In de winter doe ik mijn aas dus attractiever maken. Dus ik kies dan niet zozeer meer voor het attractiefste aas. Omdat op de wateren waar ik vis, ik dus best wel veel last van witvis heb. Nou, heb je dat niet, dan kun je dus een attractiever aas gaan inzetten. Dan heb je dat wel, dan kun je dus een wat schrale aas nemen en hem attractief maken door middel van een booster, een stick-and-back mixje. Hè. Dus dan kun je een mooi voertje maken en dan ben je ook attractief bezig. Dus ja, het is gelijk misschien een bruggetje naar de volgende vraag, maar diameter speelt dus ook mee. Want er zijn bijvoorbeeld in de tuin heb ik dan heel veel 20, 24 en uiteindelijk alleen maar 24. Omdat je ziet dat attractief aas is ook dat die kleinere vissen of die schoolvissen, die aasen zo'n plek leeg, die pakken gewoon eerder dat kleinere aas. Hè, die pakken die 16 en die 20's, die pikken ze er snel tussenuit. En die 24's blijven dan over voor de grotere vissen. Dus dat is ook waarom we groot haakaas vissen. Omdat je zeker wil weten dat zo'n voerplek dan, je weet A, dat die voerplek leeg is op het moment dat je runs gaat krijgen op die grote 24 mm. En je vist ook niet te attractief. Dus een te attractief is dus ook visueel, hè? Dus een pop-upje of wat dan ook. Het visuele aspect kan ook te attractief werken. Dus heb je veel last van bijvangsten, ga minder attractief vissen, pak een boilie uit de zak of een hard hoekbeet en kies een iets minder schraal aas. En dat is eigenlijk de beantwoording van deze vraag. Laten we voor snel door naar de volgende gaan. Oké, ja, ik heb best wel veel van deze vraag eigenlijk bij de vorige vraag beantwoord. Heeft diameter en kleur invloed? En waarom? Ja, dat heeft zeker invloed. Nou, dat heb ik net al een beetje uitgelegd. Ik heb wel ook altijd zo'n potje met pop-ups bij me.
ik heb eigenlijk al, ik zie, ik, nou, laat ik het zo zeggen, ik zie heel vaak dat gasten die hebben 80 potjes pop-ups en dat smaakje en dat geurtje. En dat, ja, voor mij is een pop-up gewoon visueel, dus licht of donker. Dus weet je, dit is dan een potje licht en ik heb een potje donker. Dat is voor mij wat het doet. Maar ja, zeker. Denk aan in de winter pop-up visserij, hè. Los op pop-up rigjes, spinnenrigging, het stiffrigje, noem het maar op. Daar vis je in de winter echt voor die ene aanbeet, voel je nagenoeg tot niks bij. Dus dan ga je echt uit van die visuele prikkel die die pop-up veroorzaakt. En ja, dat kan invloed hebben. Maar ik zeg eigenlijk altijd zo, ik ben wel fan van een snowmannetje bijvoorbeeld, maar dan meer in het voorjaar, weet je. Als die visuele prikkel, als die vissen misschien nog net uit wintermodus komen, maar ze zijn nog niet los, je wil ze net even over de streep trekken, dan ben ik wel fan van een snowmannetje. Maar bijvoorbeeld op een voerplek, ja, ga maar eens bij jezelf na. Dus je gaat voeren, een week, een dag, weet ik veel, je bent bezig met voeren. Dus je bent aas uit de zak, ben je in het water aan het gooien en je legt er, als je gaat vissen, een ander aasje tussen. Dus je gaat er dan een snowmannetje tussen leggen. Dat is eigenlijk heel apart. Je bent die vissen op die boilies aan het zetten en je pakt dan een snowmannetje. Dat is voor mij niet helemaal logisch. Maar ja, het heeft zeker invloed. Niet altijd negatief, zelfs helemaal niet. Maar je moet net even voor jezelf te raden gaan, wanneer wil ik het inzetten en wanneer heeft het ook meer waarde. Dus schrap die pop-up images gewoon tot licht en donker, heb er twee. En dan kun je overal uit de voeten. Ja, voor mij zijn, zeg maar, de bollies die ik gebruik, vind ik het ook belangrijk dat er een bepaald kleuraspect in zit, licht en donker. Het is iets beter waarneembaar, dus dan heb je het klein stukje die visuele prikkel. Maar voor mezelf, ja, ik vis al jaren gemengd met zoet en vis. Ja, zoet is veelal een wat lichtere kleur. Vismelen zijn vaak wat donkerder van kleur. Ik vind dat contrast in het water ook gewoon prettig. Ja, en voor mij werkt dat gewoon goed. En ik denk dat je zelf moet kijken naar je eigen visserij, of het water helder of donker is. Het zou misschien theoretisch kunnen dat wat schuwere vissen, donker aas, wat eerder accepteren. Maar daar kom je eigenlijk alleen maar achter door gewoon het te gaan proberen en te gaan vissen. Uren maken. Het is heel moeilijk om die vragen echt concreet te beantwoorden. Want ik kan niet zeg maar gewoon, ik kan niet wat opschrijven, dit moet jij doen. Je moet ten alle tijde zelf blijven inspelen. En dat is ook heel goed. Dan blijf je zelf nadenken over het gebruik van je aas. Maar het is absoluut dus van degelijk verschil. Oké, dan hebben we nu weer een hersenkrakertje gehad. Ja, ik heb dus niet de antwoorden helemaal uitgeschreven. Ik heb wel enkele steekwoorden neergezet die ik wil gaan behandelen. Want als ik een heel script ga schrijven en hier met een papiertje oplees, dat is natuurlijk niks. De vraag is, kies je op een druk bevist water andere boilies dan op een rivier of ja, maagdelijk water, om het maar zo te zeggen. Ja, wat wordt bedoeld met maagdelijk water is waar vissen dus niet bekend zijn met aas. Ja, absoluut. Ik heb hier staan, je kiest een totaal ander aas, want het is een totaal andere benadering. Dus als we naar de Franse rivier gaan, kijk, laat maar weer bij het begin beginnen, anders loop ik weer van de hak op de tak. Kijk, er wordt overal gevist. Er zijn tegenwoordig zelden nog plekken te vinden waar echt nog nooit een karper enige boilie heeft gezien. Maar het is wel zo dat karpers, bijvoorbeeld op de rivieren en de kanalen, zelden tot nooit boilies tegenkomen of gebruiken als stukje voedselbron. Dus ja, karpers op kanalen en rivieren benader ik anders als karpers op dressuurwateren. Ja, ik heb hier leren als referentiewoord staan. In mijn optiek is het zo dat als je gaat vissen op maagdelijke wateren, dus kanalen, rivieren, waar die vissen zelden tot nooit afhankelijk zijn van boilies, of waar ze boilies zelden tot nooit eten, dan heeft vismeel altijd toch een soort van introductie nodig. Ik zeg niet dat ze het helemaal niet herkennen als voedsel, maar het gekke is, en dat jullie misschien wel kunnen beamen, is dat een wilde vis, of een maagdelijke vis, eerder een koolhydraat of een suiker, zoals bijvoorbeeld mais, hè, en particles, herkent als voedsel, als zijnde een vismeelboilie. Dus ik merk wel, zodra we voeren en vissen op kanalen en rivieren, dan heb je altijd even een paar dagen tot een week heb je nodig om die vissen te laten wennen aan het aas. En dan gaan ze er natuurlijk ook de voordelen van zien. Op dressuurwater is dat natuurlijk compleet anders. Daar is bijna elke zak uit de winkel wel een keertje het water in gegaan. Dus daar kun je weer het verschil maken met, hè, wat we net besproken hebben met uniek, met kruiden, et cetera. Daar kun je natuurlijk weer verschil in maken. Maar ja, het is dus compleet anders. En de vraagstelling, ik heb volgens mij wel eens een keer geopperd. Of we hebben het er een keer over gehad. Volgens mij met een maat hebben we het wel eens een keer over gehad. Van hoe kan het nu dat dus een lichaams-eigen eiwit, dus een benutbare eiwit, sneller
Hè, dus die wordt, dat is een voedselbron, hè, dat is voedingswaarde nummer 1. Hoe kan het nu dat die vissen dat toch minder snel erkennen dan een koolhydraat? Hè? Want mais, je kan overal ter wereld mais het water in gooien en je gaat karpers vangen. Ik bedoel, je ziet die voorbeelden wel op die Amerikaanse, Canada en zo, op die rivieren. Flikkeren ze tonnen mais het water in en vangen gewoon karpers ermee. Dus dat is een, ja, of er echt een logisch verklaarbare reden voor is, weet ik niet. Maar ik hou er altijd in mijn visserij wel rekening mee. Ja, dus op de rivier zorg ik er altijd voor, als ik op nieuwe stukken kanalen of rivieren kom, zorg ik er altijd dus voor, dan heb ik altijd in mijn achterhoofd, dat die vismeel iets van introductie heeft. Dus altijd wat langer de tijd nodig heeft om geaccepteerd te worden. En juist op de drukbeviste wateren, als je parkwateren, noem het maar op, vist, daar kun je dus weer het verschil maken, tegenovergestelde. Dan moet je het tegenovergestelde doen, door juist weer met een unieke boilie het verschil te proberen te maken. Oké, weer een vraag met een zeer diepe materie. Ik ga hem zo goed en concreet mogelijk proberen te beantwoorden. Wat voor invloed heeft het jaargetij op je aas? Dus zomer, winter, ja, die zit eigenlijk, welk aas moet je, dus zomer, winter, herfst, ja. Met betrekking tot voedingswaarde, laat ik het zo stellen, met betrekking tot voedingswaarde, moet je in de zomer, ben ik van mening dat je in de zomer lager kan gaan zitten in je eiwitten. Dus heb je het over voedingswaarde, ga je iets lager in je eiwitten in de zomer. Dat heeft te maken bijvoorbeeld weer met de verzuring bij hoge watertemperatuur. Maar zonder daar echt te diep op in te gaan, ik heb wel wat steekwoorden natuurlijk weer neergezet. Kijk, in de zomer heb je natuurlijk ook een overvloed van natuurlijk voedsel. En je moet niet vergeten dat die vissen daar natuurlijk ook hun eiwitten uithalen. Dat is hun voedselbron, dat is voedselbron nummer 1. Dus op het moment dat je daar, he, aas aan gaat toevoegen en je wil, ja, je gaat voeren, dan spelen die eiwitten in de zomer een iets minder cruciale rol dan bijvoorbeeld richting het najaar. Daar praat je dus weer echt, daar, he, dan is voedingswaarde nummer 1, dan is het de key, dan kan het echt je sessie maken. Op het moment dat je daar voor een hoog eiwitrijk aas kiest, dan kun je echt het verschil gaan, dan kun je echt het verschil gaan maken. Oh joh, lijp een voice crack. Zo. Van de voorjaarsvlieg in mijn nek had. Maar ja, ga je dan richting de winter, dan, ja, dan komen de andere factoren die we net besproken hebben natuurlijk ook weer naar voren. Dus winter en voorjaar kies ik daar toch iets minder voor. Maar uiteraard, ja, winter is altijd, kijk, winter ga je ook niet meer die voercampagnes doen. Hè? Dus de echte voercampagnes, dus de ja, hoe noem je dat, de belangrijkheid die je gaat brengen in het najaar, voorjaar, zomer, najaar, met betrekking tot voedingswaarde. Daar heb je in de winter en het vroege voorjaar dan weer iets minder profijt van. Maar ik probeer er eigenlijk al geheel gewoon een regel in te stellen. Boilies moeten aan deze eisen voor mij voldoen met betrekking tot eiwitten. Dus altijd een vismeeltje, altijd een stukje zoete boilies probeer ik te mengen. En dan probeer ik het beste van twee werelden zo een beetje mee te snoepen. Ja, en misschien moet ik daar nog wel aan toevoegen. Laatste puntje. Ik heb natuurlijk veel over het aas mengen. Ik meng het aas graag. Karpers die hebben natuurlijk, ja, volgens mij heb ik het al benoemd en zo niet voeg ik deze nog even aan toe. Maar ze hebben ook wel echt een bepaalde voorkeur. Hè. Wat wij enorm gezien hebben, en ik weet niet of jullie dat ook in je eigen visserij zien, laat het sowieso weten in de comments, want daar ben ik best wel benieuwd naar. Veelal die projectspiegels, SKP's, we vangen ze toch heel vaak op vismeel. En, nou ja, misschien is het toeval, maar toch enigszins wellicht een lichte voorkeur. En die schubs, hè, van de kanalen in het groot water, die pakken we op zoet. Ja, ik weet niet, misschien is het ook gewoon, ja, een klein beetje vertekend beeld. Maar ik weet niet of jullie er vaker, of jullie het opvalt. Laat het weten in de comments. Daar ben ik best wel benieuwd naar. Ja jongens, dan zijn we weer beland bij de laatste vraag. Eigenlijk een vraag waarin ik al een paar dingen heb benoemd in de vorige vragen. Want dat krijg je natuurlijk. Hè. Je krijgt natuurlijk dat je dubbel gaat vertellen. Ook al is er nog zoveel meer te vertellen over aas. Maar goed, de vraag is, gebruik je soak? Ja, ik gebruik soak. Maar ik weet wel wanneer ik soak gebruik. Dat is, ik gooi het niet altijd over mijn boilies heen. We hebben het natuurlijk net over het instant vissen gehad, over het attractief maken van je aas. Dat is wanneer ik soak gebruik. Dus wil ik dat? Past dat op dat moment bij mijn visserij? Heb ik dat nodig? Dan gebruik ik het. Maar het kan dus ook tegen je werken. Je kan er ook bijvoorbeeld je aas te attractief mee maken, waardoor je dus weer veel witvis, windes. Nou, dat hele verhaal heb ik verteld. Dus weet wanneer je je soakje inzet. Het kan je aas compleet veranderen. In de goede zin of in de negatieve zin. En dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar het slot van deze video. Want aas is en blijft altijd iets persoonlijks. Ik kan er zelf niet zo goed tegen dat me zeggen, ja, je moet altijd vissen met het aas waar je het meest vertrouwen in hebt. Ja, soms is dat gewoon niet het beste. Kijk gewoon naar de materie. Kijk naar de kennis. Kijk naar
gewoon de logica. Dus kijk naar de samenvatting, 1-1 is 2. Oké, dan kan ik misschien op aasje 4 of 5 kan ik heel veel vertrouwen hebben, maar pak dan gewoon wat de uitkomst is van de som. Dus tel voor jezelf op, waar vis ik, welk jaargetijden, wat wil ik bereiken, hoe is het bestand, ben ik een instantvis, ga ik voorvoeren, hoeveel kilo boilies gebruik ik per jaar. Het is best wel een lijst die je voor jezelf moet afwerken en uiteindelijk kom je bij het meest ideale aas uit. Dus ik kan nu ook niet zeggen, je moet dit aas pakken of je moet dat aas pakken. Het is compleet aan jullie zelf welk aas jullie gebruiken. Dus de feiten kunnen we niet verdraaien. Voedingswaarde, lichaams-eigen eiwitten, benutbare eiwitten kunnen we ook niet veranderen. Dat zijn de feiten. En daar, ja, pang, moeten jullie het mee doen. En dat gezegd hebbende, ja, kunnen we hem kort samenvatten. Het beste aas is het beste aas wat je inzet op het juiste moment. Voor de juiste omstandigheden. Dus heb je daar nog vragen over, drop het in de comments. Of hebben jullie nog vragen, drop het in de comments. Ik probeer elke vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Je mag me DM'en, maar ik zou het heel erg waarderen. Ben je nieuw, drop even een subscribe hier. Want we gaan op naar die 12.000 abonnees. En vind je dat ik meer van dit soort video's moet maken? Vinden jullie dit nou gewoon leuke video's? Ja, laat het ook even weten in de comments. Support is altijd welkom, jongens. Drop een likeje. Binnenkort Frankrijk video 2024. Die gaat er aankomen. Een fantastische trip. Volg me op al mijn socials. Want er komt groot en groot nieuws aan. Er komt heel groot nieuws aan. Dus volg me op de socials. Bedankt voor het kijken naar deze video. En vang ze voor 2024. Later.